goede mix tussen vrijheid en toch wel regelgeving. Samen mooi leven. Je poep opruimen, je hondenpoep. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Vriendelijkheid onder elkaar. Volgens mij, we hebben geen regels. Wij leven in jungle. Ja, ik denk het wel, ja. Nee, natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk heel veel spelregels voor iedereen. Maar de kinderen, voor ouderen, voor jongeren, zijn allerlei spelregels. Tuurlijk, dat vind ik van wel, ja. Tuurlijk. Ja, toch? Ja. Ja. Everyone plays by their own rules, I think, in Amsterdam. As maybe different from other towns, because maybe it's more international. And maybe there are certain rules between people from different ethnic groups. Als je bijvoorbeeld iemand zou moeten corrigeren, dan zou ik dat zeker ook doen. En dat doe ik ook wel eens, dus. Dat zou wel goed zijn, maar dat vinden mensen niet leuk, hè. Nee, dan kunnen ze je gewoon een grote mond geven en zeggen, ja, het gaat jou toch niet aan. Tuurlijk, ja, zeker. Gewoon, je hebt veel vrijheid. Gewoon, je kan lekker je ding doen hier zo. Je wordt niet vaak lastiggevallen. Ja, absoluut. Ja, die vrijheid is er absoluut wel, ja. Nee, ik voel me niet vrij. Niet in de stad, maar ook niet hier in de buurt. Want als ik bijvoorbeeld hier op het hoekje sta, dan krijg ik boze mensen van donder op hier. Gelukkig leven wij in de vrijland. Ja, lekker vrijheid hier. Ja, ik doe daar niet moeilijk over, man. Als je gewoon daar je ding doet, ik doe hier mijn ding, komt alles goed. Ik wel, ja. Ja, ik wel. Je doet je best, man, dus. Ja, absoluut. Dat is het deel van het erfgoed, dus dat moeten ze wel weten, vind ik. Ja. Waarom eigenlijk? Waarom moesten we iedereen weten wie Anne Frank is? Die chick, die Joodse meid die vastzat in de Tweede Wereldoorlog. Allowed to demonstrate? I think that's not allowed in Holland. Het is een democratie en iedereen mag vrij alles zeggen wat hij wil. Dus ja, ik vind dat het mag. Je mag natuurlijk wel demonstreren. Dus demonstreren is voor iedereen een publiek recht. Maar ik zou zeggen van... doe het niet, maar goed. Ik heb geen last voor homo. Dat is niet mijn zaak. Voor mijn land is heel erg moeilijk. Maar hier kan. Ik denk dat het moet kunnen om te demonstreren tegen. Want dat is een vrijheid die iedereen moet mogen hebben. Dus dan moet de stad ook vrij en zijn om dat toe te staan. Maar ik vind wel dat er een hoge mate van respect nodig is, ook voor homo's. Want dat zijn uiteindelijk ook gewoon mensen. Ja, ik heb zelf op internaat gezeten en het is geen vrolijke bedoeling. Dan moet er echt wel iets aan de hand zijn. Als het kind slecht leert of niet wil leren, dan vind ik wel dat je het recht hebt om naar internaat te sturen. Maar niet religieus gezien. Nee, dat vind ik onzin. Nee, daar ben ik zwaar op tegen. Persoonlijk denk ik nee. Nee, dat is sowieso niet. Je kinderen, je kinderen zijn aan jou gehecht. Jij hebt ze grootgebracht. En wat er ook gebeurt, hun zijn een deel van jou. En ze kunnen gewoon niet zonder je. Zoiets was gebeurd bij mijn broer en hij kon het echt niet uithouden daarop. Religie leert je om oprechtvaardig te zijn. En als je die opvoeding hebt, dan gaan we goed. Want die kinderen moeten aangeleerd worden. Als je over religieus internaat krijg ik er heel erg kippenvel van. Ik ben vrouw, ik ben gegroeid in Indonesië. Ik weet het wat het is om als een vrouw niet mogen kunnen zeggen wat je denkt. Ik vind dat niets moet. Ik vind dat je een keus moet hebben, dat vind ik goed. Dan krijg je weer van Marokkanen mogen dat niet en Nederlanders mogen dat wel. Dus dan gaan ze dat verplichten om dat apart te doen. Dus ja, in principe zou het wel moeten eigenlijk. Want hun wonen hier, dus hun moeten aan onze levensstijl moeten hun gewoon eigenlijk wennen, in principe.
Hun willen dat niet, omdat dat mag niet van hun cultuur. Ik denk ze liever apart. Waarom ze zijn in een bepaald land, als meisjes apart en kinderen apart, bedoel, gaat meer concentratie. Als je als ouder dat niet wil, dan mag je zelf bepalen van dat je dat niet wilt voor je kinderen. Maar omdat dat is je recht. Nee, er zijn mensen die gewoon thuis les geven omdat zij liever niet hebben dat een kind gemengd op school zit. Het is hun recht als ouder om dat te doen, zolang die kind maar onderwijs krijgt. Het is gewoon echt een kwestie van samenwerken met elkaar, meningen peilen en kijken hoe je er samen het beste uit kan komen, denk ik. Ja, dat is een samenwerking, dat moet een samenwerking zijn. Volgens mij, overheid heeft nog nooit 100%, het is geen dictatuurland toch?